Arrestaties bij politieinval Lelystad Airport. Regen laat alarmbellen afgaan bij waterschap. En provincie tikt Urk op de vingers. Goedenavond. Bij een grote politieactie in een bedrijfspand op Lelystad Airport zijn vanmiddag twee verdachten opgepakt. Volgens de politie volgde de inval op een melding van een verdachte situatie waarbij mogelijk vuurwapens in het spel zouden zijn. Om die reden werd een arrestatieteam opgeroepen. Dat team voerde de inval uit in een pand aan de Emuweg. De politie kan nog niet zeggen wat er precies aan de hand was, maar vermoedt dat er sprake is van een vermogensdelict. Veel mensen keken vanmorgen naar boven en niet zonder reden, want de lucht was heel bijzonder. Vooral een enorme rolwolk boven Flevoland trok de aandacht. In verschillende delen van het land werd code oranje afgegeven voor gevaarlijk weer. En het waterschap Zuiderzeeland bereidt zich voor op veel regen. Prachtige foto's van de rolwolk vonden we op het internet of werden ons toegestuurd. Het leek allemaal heel spannend, maar veel regen viel er niet uit. Alleen in Almere hoosde het vanochtend flink. Meer dan 25 mm viel uit de lucht. Waterschap Zuiderzeeland is afgelopen nacht al begonnen met voorbereidingen om de mogelijke wateroverlast van hoosbuien te pareren. Miljoenen liters water zijn de polder uitgepompt, zodat er ruimte ontstond om extra water te kunnen bergen. Drie pompen werden er aangezet in Gemaal Vissering op Urk. 800 kuub per minuut per stuk, dus dan praat je over 2400 kuub per minuut. En als je dat omrekent, kom je uit, ik dacht op 2,3 miljoen liter per minuut, wat we dus uitslaan naar het IJsselmeer. Aanleiding om de pompen aan te zetten was een bericht van Meteo Consult gisteren. Het weerbureau verwachtte op sommige plaatsen in de provincie meer dan 20 mm neerslag. Dan gaan we naar bijvoorbeeld scenario nat. En dan is het precies, dan weten de mensen, dat is allemaal vastgelegd, van wat moet er allemaal gebeuren in de polder, zodat we dus kunnen voorkomen dat die vele neerslag tot problemen leidt. En dat lukt tot nu toe heel aardig. Alleen bij echt extreme buien, zoals vorige week op Urk, waar het gemeentelijk riool het niet aankon, krijgen de mensen natte voeten. En op onze Facebookpagina vind je enkele honderden foto's van de rolwolk die vanmorgen boven de provincie te zien was. Urk is op de vingers getikt door de provincie. De gemeente krijgt een onvoldoende voor het toetsen en handhaven van de milieuregels. Ook het bouw- en woningtoezicht is niet adequaat. Voor het gemeentehuis op Urk staat verslaggever Marjan van Ens. Marjan, hoe is de provincie tot dit oordeel gekomen? De provincie controleert ieder jaar alle Flevolandse gemeenten en dat doen ze op verschillende gebieden. En daarbij maken ze gebruik van een soort stoplichtmeter. Een groen vakje is goed, oranje is redelijk en rood is onvoldoende. Ja, ik zei het al, op het gebied van verschillende terreinen zoals financiën, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht en milieu, huisvesting en archief, dat wordt gecontroleerd. En wat opvalt is dat Urk bij ruimtelijke ordening, bouw, woningtoezicht en milieu een onvoldoende scoort. Een rood vlakje dus. En de provincie noemt dat niet adequaat. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat gaat er dan fout op Urk? Nou, dat Urk de boel niet op orde heeft als het gaat om bijvoorbeeld het controleren van milieuregels of het controleren van vergunningen. Het Rijk stelt daarvoor hele duidelijke eisen aan gemeenten en Urk voldoet daar dus niet aan. Of, zoals een provinciewoordvoerder zegt, Urk doet het op zijn eigen manier. En dat is goed bedoeld, maar niet volgens de regels. En wat zegt de gemeente Urk daar zelf van? De gemeente Urk kon vandaag niet voor de camera reageren, maar heeft de tekortkomingen wel toegegeven. En er is inmiddels een goed gesprek geweest tussen de provincie en de gemeente Urk. En Urk heeft verbeteringen beloofd. De provincie heeft daarop laten weten, wij gaan Urk extra controleren. En als Urk het alsnog niet goed doet, dan zullen we uiteindelijk toch moeten ingrijpen. Dankjewel, verslaggever Marjan van Ens vanuit Urk. Opnieuw is een ruit van een Almeerse stadsbus ingegooid. Gisteravond sneuvelde een raam van de streekbus 160 op de Kampenweg in de Stedenwijk. De bus was op weg naar Amersfoort. De chauffeur van de bus zag na het incident kinderen wegrennen. De wijk is direct door de politie doorzocht. Er zijn geen aanhoudingen gedaan. Wat het voor ons betekent, voor de PVV betekent, is dat het er nu toch echt op begint te lijken dat deze burgemeester de controle over de stad niet meer heeft en niet meer de veiligheid van de burgers in de stad kan garanderen. Burgemeester Frank Weerwind is direct na het incident op de hoogte gesteld. De gemeente zegt alles op alles te zetten om samen met de politie het geweld tegen bussen te stoppen.
Vorige week werden daarvoor extra maatregelen afgekondigd. Vanavond in de politieke markt worden er vragen gesteld over busvandalisme. Tijdens dat debat zal de VVD ook de vraag aan de burgemeester stellen. Wat is er nou tussen vorige week donderdag en tot nu toe daadwerkelijk gebeurd? Zijn er nieuwe verdachten op het oog? Zijn er nog extra mensen aangehouden? Welke acties zijn er allemaal uit van de politie? Want we moeten nu eindelijk eens gaan zien dat er ook daadwerkelijk wat gaat gebeuren en dat de tij gekeerd wordt. Ja, wat ons betreft moet de burgemeester verregaande ordemaatregelen in gaan stellen. Wat ons betreft een avondklok. Het tuig moet van de straat, 's avonds. Het moet opgepakt worden. Er moet een grootschalig onderzoek worden ingesteld. Er moeten getuigen worden opgetrommeld die deze mensen kunnen aanwijzen. Ze moeten worden opgepakt en opgesloten. Connection neemt geen nieuwe maatregelen na het incident. Wel doet de vervoersmaatschappij aangifte. Bij een ongeval in Band is vanmiddag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer zat in een auto die door nog onbekende oorzaak frontaal op een landbouwtrekker botste. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 op de Noorderringweg. Een arts van de traumahelikopter heeft geassisteerd bij de hulpverlening. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Voor politieonderzoek en opruimwerkzaamheden is de Noorderringweg 1,5 uur afgesloten geweest. De gemeente Almere heeft grote bezwaren tegen het Floriadeplan van jachthaven Hedok aan het Weerwater. Eigenaar Philip van Tiel wil zijn bedrijf laten aansluiten op de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. De jachthaven zit in het gebied waar de Floriade komt. Wethouder Tjeerd Herrema noemt het plan onrealistisch. Gisteravond heeft eigenaar van Hedok Philip van Tiel zijn visie voor de ontwikkeling van zijn jachthaven voor het eerst in het openbaar gepresenteerd. Aanwezigen in de zaal zijn raadsleden van diverse fracties in de gemeenteraad. Het plan wat ik heb gepresenteerd houdt in dat ik een verdienmodel probeer te maken om mijn haven groen en duurzaam te maken. Van Tiel zegt dat hij vorig jaar al grotendeels rond was met de gemeente, maar sindsdien zijn de onderhandelingen vastgelopen met alle gevolgen van dien. Het betekent voor mijn bedrijf dat het een gijzeling is. Ik kan eigenlijk helemaal niks doen. Ik kan geen nieuwe terras kopen, ik kan geen nieuwe mensen aannemen. Ik weet niet waar mijn bedrijf nu heen gaat. Ik vind dat de gemeente een beslissing moet nemen en moet kijken of ze akkoord gaan of niet akkoord gaan. Wethouder Herrema heeft grote bezwaren tegen de visie van Tiel. Die wil grond kopen van de gemeente om huizen te bouwen. Veel huizen op grond die niet van hem is, zegt de wethouder. Laat ik eerst zeggen dat die bezwaren al veel eerder bij hem kenbaar zijn en niet van nu door mij, maar vooral in 2015 april al door mijn voorganger. Dit plan kan niet. En waarom? Hij bouwt in het groen. Een van de belangrijkste delen van het groen rondom het eiland willen wij behouden. Gaat hij bouwen. Hij gaat hoog bouwen, erg hoog bouwen in dat groen juist. Van een toren van zo'n 70 meter, wat niet kan. Hij gaat ook nog eens ruim 400 woningen bouwen, al vooruitlopend op de Floriade als onderdeel van die nieuwe wijk. Dat gaan wij pas na de Floriade bouwen. Dat heeft de raad ook nadrukkelijk gezegd. Dus dat betekent dat dat plan gewoon niet in deze vorm door kan gaan. Vanavond praat de gemeenteraad verder over de Floriade. Urk kan weer terecht in de oude bakkerij in het dorp. Het laatste brood werd in 1980 gebakken, waarna het pand lange tijd leeg stond. Maar na een grondige restauratie ging de bakkerij vandaag weer open. Het is een pand met veel vrouw. De les van de jaren 20 ben ik jullie hier gekomen, 26 of zo. De bakkerij van de familie Brouwer, gelegen aan de Prins Hendrikstraat tegenover de Bettelkerk. Het was tientallen jaren een belangrijke plek voor veel Urkers. Omdat het een centraal punt is en ook in de gemeenschap was het een centraal punt. Het was hierachter vroeger de school en toen in 1864 is hier het gemeentehuis gebouwd. In de jaren 20 van de vorige eeuw verhuisde de burgemeester en begon de familie Brouwer een bakkerij in het pand. Een van de dochters van de bakker weet nog goed hoe het er toen in de bakkerswinkel aan toe ging. Oh ja, daar hadden we veel klanten dan. Dan is het heel druk met z'n drieën. Ja. Er is geprobeerd de bakkerij zo goed mogelijk te restaureren. Veel oude onderdelen zijn bewaard gebleven. Nou ja, die etalage dan, die mooie ruiten. Ja. Dat is nog origineel? Ja, en glas en lood. Zo, ja. Een complete restauratie was hard nodig. De bakkerij stond lange tijd leeg en was in zeer slechte staat. Met financiële hulp van de provincie, die 3 ton bijdroeg, is het pand het afgelopen jaar compleet gerestaureerd.
De burgemeester van Urk is blij dat het gebouw, dat een rijksmonument is, eindelijk weer gebruikt wordt. Het is belangrijk dat je de historie koestert, maar dat je hem wel plaatst in de tegenwoordige tijd. En dat vind ik dus heel mooi, dat er nu weer gewoon gebruik van gemaakt wordt. Dat het niet iets is van een museum en je loopt er omheen. Nee, je kan er gewoon naar binnen, kan er heerlijk eten en drinken. Het is gewoon een pareltje van vroeger, wat nu weer in gebruik is genomen. En tot zover het nieuws van 23 juni. Straks het weer met Robert de Vries, RegioNet en het aangrijpende verhaal van Mira Kapo in Opnieuw Beginnen. Dat allemaal na Straatpraat. Goedenavond, tot morgen.